Two things I think that the selling was really caused by. The first is that kind of fuzzy guidance. And you know, looking through all of these companies, it was very clear that all but Microsoft faced some unique challenges. Amazon, for example, has just very difficult comparisons to last year, and they don't know how consumers will shop in the third quarter. Will they be more back to physical stores? Will they be actually shopping less because they're out and about on vacations and so forth? Hi, dit is Peter Meijburg van slimmermetopties.nl. En ja, afgelopen week kwamen dan de lang verwachte earnings van de grote techreuzen. Oh, volgens mij staat er iemand aan de deur, een hond staat te blaffen, maar we gaan gewoon door. En ja, op zich waren die earnings prima. Als je alleen al kijkt naar Amazon, miljarden winst in een kwartaal. Maar ja, beleggers hadden blijkbaar op meer gehoopt. En wat deze analist ook zegt, ja, er was een beetje onduidelijkheid over de vooruitzichten. Hoe gaan klanten straks weer kopen in fysieke winkels? Of juist blijven ze toch online veel kopen? Het hangt natuurlijk ook af van ontwikkelingen met corona, de Delta variant, kortom, ja, onduidelijkheid, en daar houden beleggers niet van. Dus wat je zag bij die grote techreuzen is dat op zich de earnings prima waren, alleen ja, de reactie van beleggers die was wat minder. Maar goed, daar gaan we zo eventjes naar kijken. We gaan eerst gewoon weer eens even kijken naar wat de indices hebben gedaan. En ja, je ziet hier de SPY en die SPY die beweegt de laatste week een beetje in een consolidatiepatroontje, op zich niet zoveel aan de hand. Als ik even het RSI erbij pak, dan zie je wel een beetje negatieve divergentie nu optreden. Zie je dat RSI, dat loopt toch wel naar beneden, terwijl die koers van de SPY, nou ja, zeg maar ietsje omhoog loopt ten opzichte van een paar weken geleden. Dus dat is wel iets om, ja, om op te letten. En als ik nog even kijk naar de Q's, de ETF van de Nasdaq, de technologie sector, zal ik maar zeggen, technologieindex, ja, dan zie je datzelfde fenomeen een beetje, negatieve divergentie. Dus ook dat hoeft niet te betekenen dat we nu hard naar beneden gaan, maar het is wel iets om op te letten. En als ik dan nog kijk naar de ETF van de Dow, nou ja, de Dow die gaat een beetje zijwaarts, hè, de laatste tijd. Ik heb hier die twee lijntjes staan. Dat is van mijn Arwen Condor. Nou, op zich hoef ik daar niks aan te doen op dit moment. Je ziet ook hier dat RSI naar beneden lopen. Dus, so far so good. En tenslotte, wat we dan altijd doen, is eventjes naar de ETF van de Russell 2000 kijken. Nou, de Russell die tikte het MA50 aan. Donderdag en vrijdag weer ietsje teruggevallen. Dus ja, die Russell die beweegt eigenlijk al sinds het begin van het jaar in een zijwaarts patroon. Zie je, dit is hier begin 2021. En die Russell die heeft eigenlijk het hele jaar niks gedaan. Dus ideaal om zoiets als een Arwen Condor op te zetten. Nou, als we nog even kijken naar GLD, de goudaandelen. Vorige keer noemde ik de maandgrafiek. En dan zie je dus zo'n cup and handle patroon. Nou, ik heb hier voor mezelf een lijntje gezet op ongeveer 172. Als die koers daarboven komt, dan denk ik dat wel een heel bullish signaal kan zijn. Dus ik heb voor mezelf in dit programma een alert gezet. Als die koers boven dat lijntje komt, dan krijg ik een seintje via de mail. En dan kan ik kijken of hier iets op te doen is. Maar op zich ziet dat er wel goed uit. En zilver, ja, zilver zit onder dat MA20. Heeft een beetje moeite om daarboven te komen. Is donderdag wel omhoog gegapt. Maar ja, in het grotere geheel stelt dat nog niet heel veel voor. Dus de weekgrafiek. Zilver gaat natuurlijk gewoon al een tijd gewoon in een zijwaarts patroon. Dus ja, het is geduld hebben. Als je in de edelmetalen zit, is het vooral een kwestie van geduld. Want het kan hard gaan, maar het kan ook heel lang duren voordat zo'n koers uitbreekt. Dus geduld is hier een schone zaak. Dus even kijken nog naar die techreuzen. Als je nou kijkt naar Amazon bijvoorbeeld, die ging toch even 7,4% van die koers af.
Dat is toch een behoorlijke tik. Maar goed, ja, dat RSI dat is heel snel nu in dat onderste gebied geraakt. Je ziet dat hier op die, wat is het, 31,30 ongeveer, ligt een steun. Nou, exact op dat niveau is die koers beland en toen weer omhoog gegaan. Dus ja, dat zie je ook heel vaak bij Amazon hoor, dat beleggers dan wat negatief reageren, omdat, ja, omdat gewoon de verwachtingen zo hoog gespannen zijn. Hè. Dus je zou ook kunnen denken, nou, ik zie dit eerder als een koopsignaal, want dit is natuurlijk gewoon een overdreven reactie. De cijfers waren natuurlijk prima, er was verder niet veel aan de hand. En ja, beleggers, zoals altijd, reageren dan heel erg overdreven. Nou, Facebook, ietsje naar beneden gegaan, naar de earnings, maar ja, die trend is ook nog steeds omhoog. Koers is nu op dat MA20 beland, dus ja, misschien gaat dat hier gewoon vanaf hier wel weer verder omhoog. En als ik nog kijk naar Google, een beetje hetzelfde verhaal. Stelt allemaal niet zoveel voor. De uptrend is nog gewoon intact. Apple ook. Apple gaat wel een beetje, ja, een beetje zijwaarts. Het lijkt wel een beetje alsof beleggers de laatste tijd wat vermoeid raken. Of misschien moet je wel zeggen, ja, gewend raken aan die continu stijgende koersen. Want ja, RSI gaat hier naar beneden. Maar zelfs in een periode waarin die Fed alsmaar geld blijft printen, zal een koers of een index, ja, die moet toch af en toe eens een keer een beetje tot rust komen. Hè? Nou ja, dat zie je bijvoorbeeld een aandeel wat als Apple wat hier doet, die is behoorlijk gestegen, gaat nu in een zijwaarts patroon en het is heel goed mogelijk dat die straks gewoon weer verder gaat als die weer op stoom komt. Nou, als we nog even kijken naar sectoren, ja, welke sectoren doen het nu goed? Nou, het viel mij op dat die healthcare sector behoorlijk sterk is. Die wil van geen wijken weten. En ja, bekende aandelen die in die sector zitten, die daar deel van uitmaken, is natuurlijk Moderna. Nou, je ziet, die heeft enorm geprofiteerd van die hele coronatoestand. Aandeel is heel hard gestegen. Zit nu in een, ja, consolidatiefase. Het kan heel goed zijn dat dit nog eventjes duurt, even zijwaarts gaat en totdat hij een beetje, ja, dat MA20 oppakt, dat die koers er tegenaan komt en weer verder omhoog gaat. Ik zou nu gewoon eventjes de kat uit de boom kijken als je hier iets in zou willen doen. Het is natuurlijk behoorlijk hard gegaan de laatste tijd. Nou, als we kijken naar Pfizer, dan zie je een beetje datzelfde. Pfizer is ook behoorlijk gestegen en gaat zich nu zo'n driehoekje ontwikkelen. En het is gewoon even afwachten, ja, breekt hij naar onder of naar boven uit. De koers zit boven dat MA20, MA50. Dus het enige is wel dat dat RSI heel erg overbold is. Dus ja, misschien dat we hier een tikkie terug gaan doen. Maar het ziet er op zich allemaal nog heel goed uit. En een andere bekende uit deze sector is Illumina. Zie je ook hard gestegen. Je ziet nu ook hier een beetje zo'n consolidatiefasetje. Dus het lijkt erop alsof beleggers toch een beetje pas op de plaats aan het maken zijn. Omdat het, ja, het is gewoon hard gegaan en het is misschien wat, ja, wat onzekerheid. Dit vind ik eigenlijk ook wel een mooie setup hoor, moet ik zeggen. Kijk, je ziet hier dat die koers is wel teruggevallen, maar is nu uitgebroken. En je zag van die oplopende bodems, dus ja, kan zijn dat dit een valse uitbraak is, maar het kan ook zijn dat die uitbreekt, nog een keertje dat niveau gaat testen en vervolgens weer verder gaat. Het ziet er in ieder geval beloftevol uit en dit zag er helemaal niet goed uit. Dit had waarschijnlijk met earnings te maken, maar goed, vaak wat ik al zei, beleggers reageren overdreven. En even kijken of ik hier, ja, je ziet hier dat RSI is nu bijna onder die, dat 30 niveau gekomen in het extreme gebied. Je ziet ook dat, nou, ongeveer hier een steunniveau ligt. Dus als je hier iets in zou willen doen, zou heel goed kunnen dat die koers nog wat terugvalt en vervolgens weer de weg omhoog weet te vinden. Ik denk dat dit weer een overdreven reactie is. Grote gap omlaag. Maar ik
zal even kijken naar de weekgrafiek. Ja, eigenlijk is die uptrend, want dat hebben we hier toch wel, langzaam stijgend, is nog steeds intact. Dus ik zou hier eventjes geduld oefenen en kijken wat de komende week die koers gaat doen. Dus dat was de healthcare, de gezondheidszorg. Nou, een sector die het aanmerkelijk minder goed doet is de utilities. Zie je, dit is die hele sector. Die heeft geprobeerd dat niveau van half juni te doorbreken. Nou, dat is mislukt. Zat er een paar keer tegenaan te tikken. Afgelopen vrijdag zag je dat die koers terugviel. Dus dat ziet er wat minder uit. Hè. Je ziet ook hier helemaal aan die candle geen staartje. Dus er waren geen stieren die nog instapten op het laatst. Maar de beren, die hadden eigenlijk een groot deel van de dag hier het heft in handen. Dus ja, deze sector moet nog wel wat werk verrichten om die stijgende trend voort te zetten. Nou, een paar aandelen uit deze sector. Zie je Entergy Corp. Dat ziet er ook wat minder uit. Een dalende trend. Dus ik zou hier eerder een beetje naar beneden kijken. Het kan natuurlijk zijn dat die koers ineens gaat omdraaien. Maar het zal me niet verbazen als die dit of dit niveau gaat opzoeken de komende weken. Atmos Energy zie je ook uit die sector. Ziet er ook niet zo jovel uit, moet ik zeggen. En dan hebben we nog Pinnacle West. Zie je, ook vrij negatief. Maar als we hem nou op de weekgrafiek zetten, ja, dan lijkt het allemaal wat minder negatief te zijn. Dus ik kijk nog eventjes naar die andere ook. Dat moet je natuurlijk altijd doen voordat je überhaupt ergens instapt. Altijd even kijken van wat is de grotere trend. Hier, ATO, ETR had ik dan. Dus ja, hier is die trend gewoon wat zijwaarts. Dus kijk, in zo'n geval als dit, en dit is dan weer de daggrafiek. Je kunt zeggen, nou, ik ben bearish, maar ik ben niet super bearish. Ik denk alleen dat die koers niet heel erg hard gaat stijgen. Dus dat zou dan een ideale kandidaat zijn voor bijvoorbeeld een bear call. Kijk, als jij heel erg bullish bent en je denkt dat dat aandeel echt naar beneden gaat de laatste of de komende weken, ja, dan kun je eerder bijvoorbeeld denken aan een bear put spread of dat soort dingen. Maar als je nou mild bearish bent, hè, mild negatief, dan zou ik eerder denken aan zoiets als een bear call spread. Dus je schrijft bijvoorbeeld hier op dit niveau een call en je koopt ter bescherming daarboven nog een call. Daar ontvang je premie voor. En ja, het is natuurlijk de kunst om die premie te houden. Maar dat zou ik dus in zo'n geval als dit doen, waarin het er wel wat negatief uitziet, maar op de weekgrafiek nou niet heel dramatisch. Dan zou ik eerder dus denken aan zo'n bear call spread. Nou, ik wou nog eventjes tenslotte naar Bitcoin, want ja, Bitcoin die doet het heel erg aardig de laatste tijd. Ik zag het ook aan mijn eigen, mijn eigen saldo op mijn Bitcoin platform. Dat nam behoorlijk hard toe in korte tijd. Je ziet dat die koers boven dit niveau is uitgebroken. Alleen ja, het is nu even de vraag, houdt Bitcoin het? Gaat hij van daaruit weer hard verder? Of is dit misschien een valse uitbraak en neemt die koers nog eventjes tijd om weer wat op adem te komen? Maar in ieder geval, dit was toch wel een redelijk kritisch niveau. Het zal ook wel te maken hebben gehad met Amazon. Die had een personeelsadvertentie online gezet vorige week, waarin iemand werd gevraagd om iets te doen met Bitcoin, een afdeling. Dus in ieder geval beleggers die trokken de conclusie dat Amazon nu ook Bitcoin gaat aanbieden om betalingen te doen voor zijn klanten. Dus ja, dat was natuurlijk ook alweer olie op het vuur. Goed nieuws. Je ziet toch dat steeds grotere bedrijven of steeds meer grote bedrijven in Bitcoin stappen. En ja, dat is natuurlijk heel erg gunstig. Dus ik verwacht wel weer de komende tijd dat Bitcoin de hogere niveaus gaat opzoeken. Het was natuurlijk een behoorlijke daling, 50% geloof ik wel van de koers af. Maar ja,
Het is nu eenmaal heel volatiel. Dat geldt voor al die coins. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, dan hebben we enorme terugvallen, zeg je dat, gehad. En als je dan uitzoomde, ja, dan bleek dat eigenlijk niet veel voor te stellen. Hè? Dus nogmaals, het kan heel hard omlaag, het kan net zo hard weer omhoog gaan. Dus zo'n teruggang die we nu hebben gezien, ja, hoeft niet alles te zeggen. Ik denk voor de langere termijn dat er nog heel wat in het verschiet ligt voor Bitcoin. Dus nou, ik hoop dat je hier weer iets van hebt gehad. Een beetje inspiratie, een beetje ideeën misschien. Als dat zo is, hoop ik natuurlijk weer op een duimpje omhoog van je. Waarvoor alvast mijn hartelijke dank. Je kan je ook abonneren, zoals je weet, op mijn kanaal. Dan hoef je geen enkel videootje meer te missen dat ik upload. En ja, voor nu hartelijk dank weer voor je aandacht. Ik hoop je volgende week weer terug te zien op dit kanaal. Tot dan!